Ding, ding. Ik zie hier gewoon een kunststofgoot. Ja. Die wel eens bakgootje. Schoongemaakt mag worden, meneer Van Leeuwen. Dat wordt 3 keer per jaar gedaan, maar die rommel komt allemaal uit de boom. Als u zegt dat het 3 keer per jaar moet, dan heb ik 3 keer protest, want dat gebeurt bijna nooit. Nou, dat is dus niet waar. Moet je gaan voor je gauw ophouden, dus ik word wel boos. Nou, ik dacht gelijk al, hier klopt gewoon iets niet. Ik heb er geen woorden meer voor, dat zeg ik heel eerlijk. Ik hou niet van Lucie. Dat is gewoon de waarheid. Vorige week zagen we Kees Geluk strijden tegen zijn buren om een schutting. En vandaag gaat hij de strijd aan met zijn andere buurman. En deze keer gaat het over een boom. Een uit zijn krachten gegroeide kerstboom. En die boom die levert hem een schadepost op voor maar liefst 40.000 euro. Meneer Geluk wil van het onding af, maar voor zijn buurman, de heer Klaver, heeft de boom een hele grote emotionele waarde. Die rotboom die veroorzaakt zoveel schade en heeft in het verleden zoveel schade veroorzaakt. En ik kan met de buurman er wel over praten, maar het wordt niks. Ik ben heel boos op de boom en daarom ook op de buurman, maar vooral op de boom. Want die brengt schade toe aan het pand. De scheuren zitten in de muren. En een paar jaar geleden zaten er zoveel takken op dat die gewoon op het dak lagen. En het vocht van de regenbuien kon niet weg en daardoor werd het hout en de muur heel nat. En is heel veel regenwater de muur in gelopen. Die muur is zeiknat geworden toen, jaren geleden. En ze zeggen wel eens, dan verkankert de muur. Ik ben zo boos omdat ik geprobeerd heb met de buurman over die boom te praten. En hem onder de aandacht te brengen, dat heb ik verschillende keren gedaan, dat ik schade daarvan heb. En dat de asbestplaten ook stuk zijn. Wij wonen hier 41 jaar. Deze boom is de eerste kerstboom van de kerst 71-72. Hebben wij geplant. Het wilde bij mij niet in dat een wortel 20 centimeter verder dan van de stam ineens een hele totale muur omhoog drukt. Het tweede, de muur die slaat altijd door. Want er zit alleen maar een stapeling van stenen met een heel klein beetje cement. Dan moet het dus niet bij mij zijn. Dan moet hij dat zelf afmaken. Op een gegeven moment kom je thuis en dan blijkt er iemand in de boom te zitten. Nou, wat doe je dan? Mensen, huppakee, uit de boom. En dat mag niet. Ja, maar meneer Van Leeuwen die zegt dat die takken eraf moeten. Ja, ik ben wel bezig geweest om de takken te verwijderen. En hoger dorst ik niet te gaan. Ik heb geen enkele controle wat hij daar doet. Hij neemt maar. Hij doet maar. De buurman heeft ook de eigenschap, als ik een nieuwe regenpijp aan dit pand maak, dan schrijft hij een brief naar de gemeente. Ben ik ergens aan timmeren, dan schrijft hij een brief naar de gemeente. Hij eigent zich ruimtes en grond toe wat helemaal niet van hem is. Hij doet maar ineens een afscheiding maken met prikkeldraad. Nou, dat slik ik niet. Het is een buurman die op allerlei manieren mij echt dwars zit. De eltjeboompjes die daarachter staan, achter mijn afdak, die heeft hij ook omgezaagd. En dat mag allemaal maar. Ja, maar zo werkt het niet in het leven. Het karakter van de buurman, hij wil gewoon iemand pesten. Ja, hij misbruikt mij. Er wordt niet overleg gepleegd, er wordt maar wat gedaan. Als ik alles zou laten herstellen door een aannemer, dan denk ik dat de schade wel eens in de 40.000 euro kan komen. Maar ik ga geen 40.000 euro van de buurman eisen, maar de buurman zal en moet de zo goedkoop mogelijke schade, die ik zo goedkoop mogelijk dus probeer te houden, hij zal die 2900 euro, waar ik denk dat ik het zelf voor kan maken, zal en moet hij betalen voordat ik eraan begin. Want ik heb geen geld door de recessieperiode en andere dingen. Ik heb geen geld meer om dat voor te schieten. Ik viel bijna van de stoel toen ik het las. 2900 euro, denk ik. En toen was dat bordje, wat de foto daarvan is, dat wij zijn verbouwd, we zijn gesloten in verband met verbouw.
Toen dacht ik, ja, daag, 2900 euro. Hij kan zijn hele huis wel verbouwen van binnen. Ik ben gewoon behulpzaam, ik wil dat doen. De kosten zo laag mogelijk houden. Maar dat lukt niet. Hij wil zijn oude kerstboom wil die laten staan, daar is hij aan gehecht. En dat ik er schade van heb, dat interesseert hem niet. Het moet afgelopen zijn. Hij mag er best wonen, het geen enkel probleem. Maar laat mij met rust en laat die andere buurten met rust. En maak zorg dat het een net aanzicht heeft. Klaar. Rijdende rechter, mijn eis is dat alle bomen die hier langs de muren staan verwijderd worden. En dat de 2900 euro vooraf betaald worden. Dat is mijn eis. Rijdende rechter, mijn eis is dat die 2900 euro van tafel gaan. Dat hij mij verder met rust laat. Dat hij het liefst het stukje muur, wat al kapot is vanaf het begin van zijn aanwezigheid, maakt. En voor de rest niks. Welkom in de studio, beide heren. Ja, meneer Geluk, vorige week was u hier ook bij de rijdende rechter. Dat klopt. In dat conflict had u ook al twee bomen bij, of meerdere bomen geloof ik, bij de buren omgekapt. Nu wil u weer een boom weg hebben. Houdt u niet zo van bomen? Ik hou heel veel van bomen. Ik hou heel veel van de natuur. Ik kom uit de tuinderswereld. Maar, en daar komt-ie. Je zal dus wel de natuur in harmonie moeten brengen met de woningen en met de gebouwen die er zijn. Ja, hij heeft echt last ervan, van die boom. Even voor alle helderheid. In 1997 kwam meneer Kees. En toen is de ellende begonnen. Hij begint, op zondagochtend een afscheidingsplank op de muur te maken, terwijl de muur de afscheiding is, met prikkeldraad. Voor wie? Voor mij, denk ik. Ik ben toen ontzettend boos geworden en ik ben het niet gehouden. Maar ik heb gezegd, ik verdom het, echt waar, om in een concentratiekamp te wonen. Kijk. Weg met de prikkeldraad. Kijk. Maar die boom, die staat er nu 40 jaar. En waarom moet die nu ineens weg? Ja. Omdat die boom het dak kapot maakt. Meneer stuurt kinderen in de boom. Die moeten de takken eraf zagen. Ja. Komt die vragen? Nee. Wanneer gebeurt het? Wanneer wij weg zijn. Of wij met vakantie zijn. Ja. Er zijn politierapporten. Ik kan je het laten lezen. Mm-hmm. Waarin staat dat de buurman onterecht op mijn erf komt. Hij moet van die boom afblijven. En dat stukje terrein wat van hem is, is van hem. Klaar. Klaar. En als, wat mij betreft zegt hij daar een hele mooie schudding in. Dan is het klaar. Energie die uw kant op komt, hè? Ja, ik ben een vriendelijke man. Ik ben een man die in overleg ben. Ik ben 10 keer minstens in de afgelopen jaren bij u geweest. Vlak nadat ik het gekocht heb, ben ik bij u geweest om in de midden gewoon leuk samen te praten. Dat hebben we toen gedaan. Een keer later, toen ben ik bij u geweest en toen hebben we afgesproken goede buren te worden. Maar na 2 maanden waren het geen goede buren meer van uw kant. Mm. En het is ook zo, toen ik met de vergunning bezig was, toen bent u degene geweest die via de gemeente die vergunningen proberen tegen te houden. En die ook nog eens een keertje hele rare ideeën de buurt in geworpen heb. Mm-hmm. Ja, u hebt het altijd over kamerverhuur. Ja. Ik heb geen kamerverhuur. Ik verzorg geen overlast. U hebt ook wel eens van mensen gehoord die pesten. Nee. Nou, hier staat een hele sublieme pestkop. Zo. Als u met mij vriendelijke buren wil worden, dan kan dat vandaag, nu, op dit moment. Maar als je met u een gesprek begint en ik spreek vrij uit met u, dan wordt een paar dagen of een week later mijn gesprek gebruikt tegen mij. Maar, kom morgen maar, dan gaan we praten. Prima, best. Maar meent u dat ook echt? Dat meen ik echt. En dan mag je aan Want dat u stukje, wil dat eigenlijk ook. En dat stukje grond wat van hem is, mag je een heel mooi schut op neerzetten. Mag voor mij, doe het maar, alsjeblieft. Dan hoef ik hem niet te zien. Zo denk ik erover. Ja. Maar waar bent u bang voor? Bent u bang voor dat het niet ophoudt? Of? Nee, het houdt niet op. Het wordt steeds erger en dan... Hij maakt de muur niet goed. De muur moet wel worden gevoegd door Kees. En dat mag, dat zal ik niet tegenhouden. Je kunt mij niet verwijten dat die goot niet goed zit. Want die heb je zo gekocht. En die heb je nu laten stutten met halve stenen. Die hebben besodemieterd. Dat is nooit goed geweest. En dan wil je mij de schuld geven? Of de boom? Juist. Mooi niet. U gelooft hem niet? Ik geloof hem voor geen moer. Goed, we hebben het helemaal duidelijk gemaakt. Ik vind het vervelend om ergens de schuld van te krijgen. Maar ik ga jullie allebei stoppen, want we gaan namelijk verder. Want het wordt namelijk spannend. Want in Drachten geldt namelijk een andere afstand voor bomen ten opzichte van de erfgrens dan de gebruikelijke 2 meter uit het burgerlijk wetboek. Ja.
Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, daar bent u weer. Ja, en ik ook. Ja. Dag. Meester Vierder. U bent de verweerder in deze zaak. U loopt met uw arm. Ja. Want de andere buurman van een week geleden, die loopt met zijn been in de gips. Het is toch ongelooflijk. Ik ben de enige die nog... Ja, gelukkig. Hallo. Hoe is het met u? Heel goed. Heel goed. Je kan zeggen, ik ben een gezegend mens. Nou, dat kunnen er maar weinig zeggen. En u bent vandaag onze asbestdeskundige. Ja. Nou, laten we eerst maar eens eventjes kijken. Het kadaster. Ja. Daar beginnen we mee. Ja, u bent er ook weer. Ik maar druk mee met die rijden erachter. Ja. Nou, de boom. En in het voorbijgaan kijken we dan naar de muur. Hier is zichtbaar dat die duidelijk een paar centimeter naar voren is gekomen. Ja. Is hier instortingsgevaar? Ja, ook nog niet, maar het kan wel zo zijn dat met een storm een keer dat hij nog wat meer deze kant op komt. Hij hangt toch aan die strip. Maar zoals hij nu zit, ben ik ook niet bang dat hij om zal vallen. Laten we naar het echte probleem. Deze boom. Deze boom, ja. Wij zien dat. En wat is het er voor een? Een kerstboom. Een kerstboom. En dat was de kerstboom die de kerst had overleefd? De eerste kerstboom die het hele overleefd, ja. Ja. Er staan er hier nog meer. Ik zie het, ja. U verzamelt ze. Dan zie ik hier dus twee... erfgrenzen eigenlijk. Dan gaan we eerst vanaf het midden van de voet gemeten tot aan hier. En dan kom ik op 55 centimeter. Maar er zijn twee erfgrenzen. Let op, want hier hebben we er ook nog één. En die zit rond de 70. Ja, want hoe ouder dat de boom wordt, hoe breder dat de boom wordt, hoe dichter dat hij naar de muur komt, hoe groter de schade. Dat is wat anders. Goed, de schade. Als die er is. Die is er. Er is binnen wat vochtschade en scheurvorm. Aan de buitenkant kan ik helemaal geen scheuren vinden. Het ziet er nieuw uit. Het ziet er vrij nieuw uit. Niet gevoegd, niet afgewerkt. Maar kan je daar dan geen vocht van binnen krijgen? Ja, absoluut. Zeker als zo'n goot overloopt of kapot is, dan komt er behoorlijk wat water op zo'n plek. En dan gaat zo'n muur absoluut doorslaan. Het dak. Moeten we nog het dak op? Nou, als ik heel eerlijk ben, ik wil het dak niet op. Nee, dat zou ik sowieso niet zonder vouwbeveiliging en een asbestpak of in ieder geval. En dan moet ik me ook nog kunnen douchen na die tijd onder asbestcondities. Dus dat lijkt me niet verstandig. Dus we gaan het dak niet op? Wat jammer nou. Vindt u ook geen enkele noodzaak om het dak op te gaan? Nee. Vanaf de ladder kon je heel goed de goot bekijken. Dan ga ik zelf nog eventjes in die goot kijken. Ik zal hem even vasthouden. Wat hoger te zetten. Ja, nee, hallo. Nee. Hallo, ik ga niet helemaal op. Je hoort er niet tegen de goot. Je kunt dus de beschadigingen aan de goot goed zien. Ja. Ik zie hier gewoon een kunststofgoot. Ja. Die wel eens schoongemaakt mag worden, meneer Van Leeuwen. Dat wordt 3 keer per jaar gedaan, want die rommel komt allemaal uit de boom. Als u zegt dat het 3 keer per jaar moet, dan heb ik 3 keer protest, want dat gebeurt bijna nooit. Nee. En ik zou u aanraden even naar de buis die naar beneden loopt te kijken. Hoe mooi die gevormd is. Ja, er is iets geplakt, meneer Van Leeuwen. Ja. Dat heeft u gedaan, denk ik, hè, dat plakken. Ja, ik heb hem geprobeerd te repareren. Ja, en u heeft ook hier rijkelijk met purschuim. Oké, ik kom hier naar beneden. En dan had ik nog één vraag. Meneer Klaver, u kwam hier jonge dames. Meneer Van Leeuwen, die in nachtelijke uren had op een gegeven moment een verzoek bij de gemeente ingediend om kamertjes te bouwen achter zijn huis. Daar was ik fel op tegen. In het één gesprek wat wij hadden, zei hij, dat komen dan mooie Polen in. En die zouden daar dan in kunnen verblijven. Het kan een Polen zijn, maar wat mij betreft was het ook een bordeel geworden. Dat weet ik niet. Nou, dan gebeurt er eens een keer wat. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Ik heb nooit verhuurd. Nee. Ik heb een logier gehad. Alleen de buurman maakt zijn eigen verhalen. En u had geen plan om hier een seksinrichting van te maken? Nee. Dat is allemaal onzin. Grote onzin. Meneer, ik hoor het allemaal zeggen en goed, nou. Schade er binnen nog zien? Ja, maar daar... Nee. Goed. Ja. Nou, hier had u iets te kort grind ingekocht, meneer Van Leeuwen. Ja, ik had nog wat grind over en ik maak mij een beetje overheen. Wat zien we hier? Ik ben hier aan het verbouwen. Dit valt ook onder de woning en dat moet nog veranderd worden. En hier is de Niro. Kun je echt voelen dat die een beetje wijkt. Als je je vingers zo eroverheen voelt, zo groen. Ja, hier zit ik een... En het is wel opvallend dat in de buurt van de boomveld meer scheuren zitten. Scheuren zitten. Ja. Dat zit er verderop zit ook nog één verticale scheur. Dat is een kimpscheur. Want je kunt buiten zien waar de boom staat ten opzichte van dit rooster. Hier zit een gat in de muur. Ja, daar kan je doorheen kijken. Je kunt dan kan je precies zien
Die boom kan eraf. Kun je precies zien aan de buitenkant ook waar dan die boom zit. Want er staat nog een stukje wiet aan de boven. Aan de rechterkant hier vandaan. En hier kan je dus zien dat het een behoorlijke muur is. Ja, dat is... Hier zit wel een scheur. Kijk. Oh. Klein scheurtje. Een keer gerepareerd al. Ja, we zien hier wat scheuren en hier nog wat, ook wat scheurtjes in het zijmuurtje, zeg maar zeggen. Ja. Ook weer boven die deur. Ja. En hier staat die boom ongeveer, hè? Hier. Ja. Maar ik zie daar helemaal niks. Het is niet zo dat het precies bij die boom nou juist dus meeste scheuren zitten. We zullen er straks wel even over hebben wat mogelijke oorzaken zijn. En dan, ja. Nou, u heeft het ook gezien, meneer Klaver. U was hier nog nooit binnen ik geweest. Ik was hier nog nooit binnen geweest. Ik heb hem wel vaak uitgenodigd, maar hij wou niet komen kijken. Niet op de koffie. Ik heb hem gewoon regelmatig ook wel door de jaren heen met de buurman gepraat hier over deze problemen. Ja. Maar we konden niet tot een oplossing komen. Oh, weer wat nieuws. Nou, we gaan afscheid nemen. Wij zien elkaar in het klooster van de voormalige Karmelitessen. De ongeschoeide zelfs. Ongeschoeide Karmelitessen, ja. Ja, het Karmelklooster hier in Drachten. Ja, en dan gaan we over de zaak spreken. Okay. Zie ik allemaal terug. Tot straks. In de hoorzitting zit meneer Geluk op dezelfde plaats als vorige week, maar nu met meneer Klaver naast zich. Welkom, we zijn hier weer in Drachten. En aan de orde is de zaak van meneer Van Leeuwen tegen meneer Klaver. In 2004 wordt aangifte gedaan door de dochter van Klaver. Door uw dochter bij de politie. En waar het op neerkomt is, ze zegt, ja, tijdens de vakantie van mijn ouders, meneer Visser, dat toen was zijn boom omgezaagd. Dat was de zoveelste keer. Hier staat in dat Van Leeuwen met een kettingzaag in de tuin rondliep. Het is het volgt. Er was een zomerstorm. En toen was er een boom afgeknakt. Die hing over de muur heen. Bij de buren op zijn eigen pad was een andere boom ook afgeknapt. En die was over het pad gevallen. Hm. Toen ben ik maar gaan zagen, want die bomen kunnen daar niet blijven liggen. Dus u wilde hem helpen eigenlijk? Een jaar eerder hadden we het ook al gepraat over die bomen. En toen zei de buurman uit eigen beweging van die mag je weghalen, die mag je weghalen, die mag je weghalen, die mag je weghalen. Alleen, dat heb ik toen niet direct gedaan. Toen die zomerstorm er was. Toen dacht ik ben toch bezig. Toen ik ben bezig, ik haal ze gelijk allemaal weg. Dus dat heb ik toen gedaan. Nou. Maar één boom heeft u laten staan. Ja, die was te groot. Dat was te gevaarlijk. De kans was dat kon gewoon niet. Ik had daar de materialen niet voor. Maar goed, de enige boom die u niet heeft omgekregen, die wil u nu langs rechtsgeldige weg laten verwijderen. Ja, graag wel, want ik heb er gewoon schade van. En het is gewoon veel te gevaarlijk voor mijn woning. Mm-hmm. De boom gaat zo, dus je krijgt een wrikfunctie. Mm-hmm. En hoe langer dat het duurt, hoe meer schade er zal ontstaan. Ja, ja. Wanneer heeft Van Leeuwen u voor het eerst gevraagd om die boom weg te halen? Geen idee. Dat zal een paar jaar geleden zijn, dat weet ik niet. De conversatie tussen meneer Van Leeuwen en mij is minimaal. Wanneer heeft u dat voor het eerst aan hem gevraagd? Waarschijnlijk, maar laat ik het ruim houden, een paar weken nadat ik het verkocht heb, maar waarschijnlijk al ervoor. Voordat u het gekocht had? Ja, ben ik in contact gekomen met de buren. Toen u het kocht, was een gedeelte van de schade er al en die is alleen maar groter. Maar dan heeft u een huis met schade gekocht? Ja. Een loods met schade gekocht? Ja, maar de rechten van de vorige koper gaan over op de nieuwe koper. Ja, nou. Eerst maar eens even kijken. Meneer Hulshof van het kadaster, daar bent u. We hebben gemeten dat die boom vanaf het midden van de voet 56 centimeter vanaf de kadastrale grens staat. Ja. Dat klopt. De kijkers thuis die denken dan onmiddellijk als foute boel, want in Nederland geldt een grens van 2 meter. Echter, in de gemeente Smallingerland, dat is een hele moderne gemeente, en die hebben die afstand verkleind tot 50 centimeter. Dus wat dat betreft wordt de boom gered door een 6 centimeter. Nou. Meneer Visser, daar gaat het niet om. Het gaat om de aantijging dat die boom zoveel schade heeft verricht. Dat is het tweede punt. Ook al staat hij volgens de wet op de juiste afstand, dan nog mag hij natuurlijk niet echt schade gaan opleveren aan de buren. Ik kijk eerst even naar meneer Borgers. Ja, u heeft binnen scheuren aangetroffen. Ja, maar de scheurvorming aan de binnenzijde van de woning, ja, dat kan ik me eigenlijk echt niet voorstellen dat dat door op welke manier ook door deze boom zou kunnen komen. Enige suggestie waar die scheuren dan wel vandaan zouden kunnen komen? Nou, het is van oorsprong een helemaal houten schuur, dus met een houten gevel. Dus een veel lichtere schuur. En als je daar een massieve, of in ieder geval een steensmuur aan de binnenzijde en aan de buitenkant nog eens muur voorzet,
dan krijg je een behoorlijke gewichtsverandering. En daardoor zal een constructie altijd even een beetje gaan doorbuigen. Dus meneer Van Leeuwen maakt zich te onrechte zorgen? Ja, ik kan me wel voorstellen dat hij zich zorgen maakt, maar het is ten onrechte. Ja. Wordt geen schade veroorzaakt aan de binnenzijde van de woning door de boom. Dus je hoeft niet in uw bedje te liggen woelen. Het dak, meneer Van der Meulen. Ja, u bent asbestdeskundige? Ik kom regelmatig in aanraking met asbest, ja. Ja, er wordt niet gevorderd om die asbestplaten weg te halen, maar ik denk, ja, in deze tijden van grote angsten voor asbest, kan dat zo blijven liggen? Als ik kijk naar de staat van het dak, op sommige plaatsen is het toch wel beschadigd. Met name op de uiteinden heb ik gezien. Maar normaal gesproken kan dat spul blijven liggen. Niemand normaal gesproken wel, ja. Maar ja, meneer Van Leeuwen, u zegt ja, het is beschadigd door die boom. En dan wilt u na al die jaren graag de rekening opmaken. Dat heeft u namelijk gedaan. €2900 vraagt u. Nou, even kijken. €29 is een heel laag bedrag. En dan moet dus een erkend asbestbedrijf moet die platen verwijderen. Maar is die loods onderhand niet een keer toe aan een nieuw dak? Zoals het nu is, hoeft dat niet. Ja, meneer Van der Meulen. Nou ja, ik heb dat dak bekeken. Ja. En nogmaals, ik ga dat dak niet op, want ik weet niet of ik er doorheen zak. Had u datzelfde gevoel, meneer Borger? Of, ja, ja, dat heb ik bij dit soort dakplaten eigenlijk altijd wel, hoor. Maar... Ja. Nou, het is allemaal wat voor die boom. Hoe moet het nou verder met u? Nou, gewoon doen. Het kadaster heeft ook aan de kant van de buurman nu precies gezet waar ik de schutting kan zetten. Van 2 meter hoog, zoals de buurman wil. En dat ga ik doen. Nou ja, dat is misschien wel een beetje het punt. U doet telkens dingen. U zaagt bomen om. Uit nood. Nou ja, uit nood. U dacht, dan doe ik die andere bomen ook. Waar dus thuis. Een afspraak, vijf bomen zijn om. Ja, sorry. Die liggen waar een mondelinge afspraak van een jaar eerder, dus wel een lange termijn een jaar, ja. Om dat te onthouden, maar die was er. Maar dat soort dingen moet je toch in overleg doen? Ja, maar de buurman was er niet. En, ja, nee, en die maar, takken die lagen daar en die bomen waren omgevallen. Nou ja, dan wacht je tot die terug is. U zegt, ik zet een schutting neer. Dat vindt ze opvallend. U zegt, ik zet een schutting neer. De buurman heeft jaren geleden ook een epistel geschreven dat hij wil dat ik daar een schutting neerzet. Ja, maar normaal gesproken... En we hebben het er ook over gehad, toch, mondeling. Dan ga je toch samen een schutting uitzoeken? Want hij moet er ook tegenaan kijken. Hij vond het goed als ik daar gewoon een schutting neerzette. Dat vindt hij goed, dat heeft hij zelf gezegd in de afgelopen jaren. Hoort u? En ik zet de schutting op, precies op mijn terrein, niet op zijn erf. Ja. Ja, dat zegt hij nu. Maar ja, wat voor schutting wordt dat? Dat wordt een schutting met van die kleine boogjes zo. Ja, kijk, daar moet je maar van houden om daar tegenaan te kijken. Ja? Nee, maar hij moet er wel tegenaan kijken. Ja, zoiets moet je toch samen uitzoeken? Ja, maar buurman Klaver heeft nooit gevraagd dat hij mee wil uitkiezen voor een schutting. Hij heeft mij wel opgedragen, zelfs in een epistel, om daar een schutting te gaan plaatsen. Even voor mijn orde. Moet ik vragen om mee te gaan om een schutting uit te zoeken? Of is het gebruikelijk dat degene die de schutting plaatst, de andere vraagt om mee te gaan? Ja, maar ja, je zou ook kunnen zeggen van, we gaan samen een schutting uitzoeken. Nee, maar moet ik daar dan mee beginnen? Of moet... Ja, maar ik vind het allemaal zo... Is een beetje kinderachtig, meneer Klaver. Dat is net zoiets van, ik groet niet, want hij moet eerst groeten. Nee, dat gaat met ver. Er komt een schutting, dat vindt u ook heel fijn. Want dan kijkt u niet meer, en dat scheelt alweer wat betreft die lood, zo je tegenaan kijkt. Dan kan je het al beter dat samen uitzoeken. Oh ja, dan moet je ook samen betalen natuurlijk. Samen uitzoeken, samen betalen. En dan weet je zeker dat je een schutting hebt waar je... Samen betalen is een ander verhaal, maar samen uitzoeken, oké. Okay. Ja, maar als je niet wil meebetalen, dan vind ik ook wel. Als je niet wil meebetalen, dan heb je ook natuurlijk geen keuze. Nee. Heren, ik weet eigenlijk voldoende. En dan zie ik u binnen niet al te lange tijd terug in de studio in Zaandam. En dan zal ik u laten weten wat ik van de zaak vind. Ja, we weten nu, de boom die staat dus op voldoende afstand van de gemeenschappelijke grens. En we hebben ook net gehoord dat hij op dit moment geen schade veroorzaakt aan het dak. En de vraag is nu, ja, wat gaan we doen met die boom? Laten staan. Ja. Laten staan of moet hij eruit? Gerda? Nee, ik vind hem laten staan, maar ik zou wel eens willen weten of bij de zaak van verleden week of deze week, of het niet een beetje is dat meneer Geluk bezig is met onkosten van achterstallig onderhoud terug te halen bij de buren. Hij probeert er een slaatje uit te ja, slaan, ja, heb zeg ik het jij. Idee wel van ben je het daarmee eens, met Dion? Nee, ik ben het absoluut niet mee eens. Ja. Die meneer, echt een immense boom op een klein stukje. En daar in Drachten is het waarschijnlijk dat het mag. Maar ik zou zo'n immense boom naast... Je zegt zelf van, nu is er nog geen schade.
Maar als er een storm komt of weet ik veel aan die boom die knalt om, ja, ik zou het niet echt... Ja, maar moet hij blijven staan of moet hij eruit? Voor mij moet hij weg. Hij moet weg, ja. Dat vindt Mark ook. Ja, voor mij moet die boom weg. Het is een lelijk gedrocht, maar dat is natuurlijk persoonlijke smaak. En je moet het onderhouden, want vroeg of laat komen er problemen en die kunnen we best voorkomen. Vroeg of laat komen er problemen, dus dan kan je hem er maar beter uit doen. Volgens mij moet die boom blijven staan. Want dat is of een gemeentelijk monument of een rijksmonument. Dat volgens mij is het de eerste en de laatste kerstboom in Nederland ooit die de kerst overleefd heeft, vervolgens verpot wordt en nog 40 jaar blijft groeien. Het is een uniek element voor Drachten en voor de rest van Nederland. Misschien kunnen ze een boomhut erin doen. En dan kunnen ze daar lekker kinderachtig in gaan doen. Maar ja, ze moeten gewoon ophouden met dat kinderachtige gedoe. En er samen gewoon uitkomen. En laat de boom niet de slachtoffer daarvan worden. Want die staat er gewoon prima. De boom veroorzaakt geen schade. Enkel dat men vindt, nou, het is een lelijke boom. Hij verpest mijn uitzicht. Maar ja, je gaat toch ook niet zeggen... Ja, dat is lelijk, dus dat moet maar weg. Nee. Ik vind niet alleen dat hij moet blijven staan. Ik vind ook dat de heer Geluk nadrukkelijk moet worden verboden... om in een onbewaakt moment die boom alsnog te kappen. Want de heer Geluk gaat uit van het principe nood breekt wet. Maar het is wel zijn hoogstpersoonlijke nood die steeds de wet breekt. Dus daar moet iets aan worden gedaan. Ja, er is nog geen probleem. Dus als er geen probleem is, maakt dan ook geen probleem. Daarnaast ook dat een kerstboom, een teken, een symbool van vrede op aarde... Ja. Van allemaal lief, peace and happiness bij elkaar tot zoveel ruzie kan leiden. Laten we vooral die boom laten staan en zien en gebruiken als symbool... om vooral gezamenlijk in vrede met elkaar te leven. Nou, vrede op aarde, daar sluiten we hier mee af. En ja, heeft u nou ook weinig geluk met bomen van de buren? Of zit er bij u iets heel anders dwars? U kunt dus natuurlijk bellen en mailen. Dan is het nu tijd voor de uitspraak. Moet de heer Klaver van zijn magere AOW de vorstelijke som van €2900 aan de heer Geluk betalen? Of zit het allemaal heel anders? Hier is meester Visser. Uitspraak in de zaak van Van Leeuwen tegen Klaver. Ik heb het al gezegd. Drachten ligt in de gemeente Smallingerland. En daar geldt nu eenmaal dat bomen korter op de erfgrens mogen staan dan elders in het land. 50 centimeter is daar de limiet. En de boom staat vanaf het midden gemeten op ongeveer 55 centimeter. Nou, meneer Klaver, u wordt dus gered door 5 centimeter. De boom hoeft om die reden niet weg. Dat zou alleen anders zijn als die boom schade toebrengt of dat daar ernstige vrees voor bestaat. Maar daarvan is niet gebleken, want de scheuren binnen... die worden daardoor in elk geval niet veroorzaakt, zegt onze deskundige. En het dak. Ja, wat moet ik van het dak zeggen? Dat dak is gewoon aan vervanging toe. En een dak, zoals alles in deze wereld... ja, dat is onderhevig aan zon en regen en wind en sneeuw... en misschien ook wel afvallende takjes. Maar ja, dat is nu eenmaal zo en uiteindelijk is het gewoon op. En ik zou niet weten waarom Klaver, die een boom heeft die op zich niet onrechtmatig staat, dat zou moeten betalen. En dan tenslotte nog de kwestie van het onderhoud aan de loods. Dat heb ik eigenlijk vorige week ook al gezegd in een andere zaak. Volgens de wet mag Van Leeuwen daartoe, als dat nodig is, gebruik maken van de grond van Klaver. Maar ook hier geldt weer dat dat geen vrijbrief geeft om maar maanden achter elkaar daar stijgers neer te zetten of iets dergelijks. Als Van Leeuwen dat nodig heeft, dan mag hij die stijgers zetten. Maar hij moet dat werk dan wel binnen redelijke termijn afronden, zodat Klaver niet maanden en maanden tegen stijgers zit aan te kijken. Dat is mijn uitspraak in deze zaak en daar zult u mee moeten doen. Dank u wel. Nou, meneer Klaver, bent u opgelucht? Ja, ik ben heel erg opgelucht omdat ik nu van een soort schuldgevoel die het me aangepraat is, af ben. De praktijk en de werkelijkheid heeft bewezen of getoond dat het niet mijn schuld is dat ik daar persoonlijk niks aan kan doen. En meneer Van Leeuwen? Ik kan er niet omheen om de gemeente nu wettelijk aansprakelijk te gaan stellen voor de verandering van de 2 meter... dat een boom van die muur af staat en dat ze dat teruggebracht hebben naar 50 centimeter. Ja, want ik wilde eigenlijk net vragen van was dit dan de laatste keer bij de Rijdende Rechter, maar we kunnen u weer terugverwachten. Heel graag zou ik dus in de zaak op willen starten tegen de gemeente via de Rijdende Rechter. Kijk. Want dit slaat nergens op.
Wij helpen u graag, dat weten. Dus ja. Wie weet, tot ziens. Dit was de Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens. Ja. Ah. Okay. Daar ben ik niet te beroerd voor, Kees. Maar we moeten even over de schutting achterpraten. Ja? Iedereen is anders. Gelukkig wel.